Hoe bijzonder is deze middag voor jou, Jason? Ja, het is heel bijzonder en een beetje raar ook voor mij. Ik denk dat het wel een beetje is. Ja, en wat voelt het dan raar om te spelen tegen de club waar je jarenlang bent opgegroeid feitelijk? Ja, het is toch de club die mij heeft gemaakt tot de speler die ik nu ben. Dus dat maakt het wel raar. Begon al bij de bespreking toen de trainer aan het praten was over Klaasje, over Tony en Lex. Dat was allemaal een beetje raar. Ik zat te denken, oh ja, tuurlijk. Dat zijn nu mijn tegenstanders. Ja, dat is dan de omschakeling die je moet maken eigenlijk, hè? Ja, heel raar. Ook toen de wedstrijd bezig was, toen ik de jongens zo aan het werk zag. Dus het zij zo. Je had denk ik gehoopt op speelminuten vandaag en die kwamen er gelukkig ook voor jou, hè? Ja, klopt. Dat was toch wel leuk om dan tegen die gasten te spelen. En Klaas en ik moesten ook even naar elkaar lachen. En het is voor iedereen wel een beetje raar, maar ja, het is nu de realiteit. Dus. Je had nog recht op een strafschop volgens mij, hè, na jouw voorzet. Ja, ik zei het al, volgens mij maakte hij Hens. Hij beweerde zelf van niet. Doe je naar, voor de duidelijkheid. Ja, Tony. Dus, het was niet zo en het maakte verder ook niet uit. Is vandaag bewezen dat Twente verder is dan Feyenoord? Dat wil ik niet zeggen, maar... Ik denk dat wij vandaag het betere van het spel hebben laten zien. En dat we wel een terechte overwinning hebben geboekt. Ja, je bent hier nog maar relatief kort. Hè? Wat is nu het grote verschil voor jou tussen deze twee clubs? Ik denk Twente is een team die... we zijn naar een topclub toe aan het werken. En we zijn op de juiste pad. En bij Feyenoord, Feyenoord is sowieso een topclub. Heeft veel druk met zich mee. Maar dat begint bij Twente nu ook het geval te worden. Ja, als jij nou terugkijkt, hè, op het afgelopen jaar, misschien wel de afgelopen jaren. Hè, waarom is het er dan met jou niet uitgekomen in de Kuip? Heb je daar zelf inmiddels een reële gedachte bij? Ja, ik weet niet. Ik bedoel, van vorig seizoen begon alles heel goed. Gewoon als team. En voor mij persoonlijk ging het gewoon heel goed. En ik denk dat ik iets bij de mensen heb gecreëerd van dat niks, alsof niks fout kan gaan. Ik bedoel, ik ben ook maar nog een jonge speler. Ik had het gevoel van alsof ik niks meer fout mocht doen. En daar ging het een beetje fout. Maar ik bedoel, van als ik terugkijk naar vorig seizoen, kan ik wel terugkijken op een goed seizoen. Gewoon als team. En voor mij persoonlijk met ups en downs. Dat ik even in een fase zat dat het even niet lukte. Maar ik denk dat ik daar weer uit ben gekomen. En dan heb je het verhaal met het contract. Daar liep het een beetje dood. Ja, nu heeft Munsterman bij ons en in andere media vandaag gezegd: Leerdam willen we niet halen. Want er was een beetje sprake van. Hè? Weer een speler van Feyenoord deze kant. Hoe kijken ze hier tegen al die oud-Feyenoorders aan? Ja, er worden wel een beetje dolletjes over gemaakt. Maar ik bedoel, van Luc, Leroy en ik zijn nu hier. We zijn nu spelers van Twente en daar moeten we het mee doen. Fijne middag voor jou of niet? Of ook dubbele gevoelens? Of helemaal niet? Dat mag je ook gewoon zeggen hoor. Ik bedoel, natuurlijk ben ik blij dat we hebben gewonnen. Maar ja, zoals ik net al zei, het is raar. Het is heel raar. Maar goed, ik ben alsnog gewoon blij met de 3 punten en de overwinning.